De vogels weten het al lang, de biesbos mag er zijn. Alleen was het niet altijd zoals het nu is. Dit is echt de nieuwe biesbos. 8-9 jaar geleden was dit nog bouwland en voor ruimte voor de rivier ingericht. En ja, we zagen net een prachtige wereld ontwaken. Duizenden ganzen, 2 joekels van zeearenden. Het ultieme Nederlandse delta gevoel, ja, compleet gemaakt door de mens. En ondanks dat weten steeds meer beesten deze natuurdelta te vinden. Ja, dit is eigenlijk een hele mooie plek met een nieuwe bewoner. Althans voor hier. Prachtige vestiging van een bever. Op een plek waar voorheen geen water was, waar bouwland te vinden was, heeft hij een heel mooi bouwsel gemaakt. Settiezanger zingend. Bevervraat. Hier beneden. Prachtig. Kijk hier. De Delta Biesbos en het Haringvliet heeft €300.000 gewonnen, wat ze weer gaan investeren. Ja, ik hoop dat het gebied inderdaad goed in gaat zetten op natuurherstel, natuurbescherming. Want als je het mooi houdt, dan blijft het ook interessant voor toeristen om daar naartoe te komen. En het zou heel mooi zijn als we ook inzetten op duurzame beleving. Elektrisch varen is echt denk ik een heel mooi voorbeeld waar we in de kern van de Biesbos nog echt winst kunnen maken.